Ja, hele heftige verhalen. Zometeen aan de start. Snel een zaak nu die heel simpel op te lossen moet zijn. Er staat hier iemand te pinnen met een gestolen bankpas. Dit ziet er niet heel bemoedigend uit. Maar de vrouw onder die muts is even eerder prima in beeld gekomen. Nieuwegein, zaterdagmiddag 10 maart. Het is druk bij de Action in de City Plaza. De hoofdrolspeelster bij het volgende misdrijf is deze vrouw. Ze wacht keurig in de rij bij de kassa en rekent ook netjes, zoals het hoort, het zakje snoep af dat ze heeft uitgezocht. Tot zover niks aan de hand. Maar dan wordt het vreemd. Ook al heeft ze afgerekend, de vrouw blijft opvallend lang bij de kassa hangen. Daarbij valt haar blik opeens op een ouder echtpaar bij de andere kassa links. En dit is zo'n situatie waar je alert op moet zijn. Als dat echtpaar even later links net buiten beeld gaat pinnen, stapt de vrouw opeens naar voren. Het is echt niet normaal om op die plek zo dicht op de andere klanten te staan, tenzij je iemands pincode wil afkijken. Nu blijkt ook dat ze niet alleen in de Action is. Ze wordt aangestoten door een andere vrouw. Ze wil blijkbaar iedereen laten denken dat ze staat te bellen, maar als de ander haar aanspreekt, is het zogenaamde telefoongesprek opeens voorbij. Het echtpaar gaat weg. De 68-jarige vrouw heeft haar portemonnee in haar schoudertas gestopt. Daarna vertrekken de twee vrouwen ook snel. Waarschijnlijk is in de drukte op de roltrap de portemonnee uit de tas gestolen. Met de bankpas daaruit wordt niet veel later gepind, ook in Nieuwegein. Hoewel de vrouw hier er alles aan doet om niet in beeld te komen, omdat ze haar gezicht bedekte met een muts, sjaal en telefoon, was ze in de Action natuurlijk een paar keer prima te zien. Mogelijk is ze landelijk actief. Wie herkent de dader of weet waar ze is? En wees dus alert op mensen die zo onnodig lang rondhangen bij een kassa.